Lieve gemeente, in het voorbereidende gesprek voor deze dienst vertelden de doopouders hoe belangrijk het voor hen is om in de gemeenschap van de kerk, door de verhalen die daar klinken, om de waarden van de christelijke traditie aan hun kind door te geven. Vandaag gaat het daarover, over die waarden. We hebben zojuist dat krachtige, om niet te zeggen nogal rauwe verhaal over koning Achab en koningin Izebel gehoord, die zich de wijngaard van hun buurman Nabot toe-eigenen. En dat gaat, zacht gezegd, niet helemaal volgens de regels van het Bijbelse spel. Zij, de koning en de koningin, nemen het met de waarden niet zo nauw. Ook wie misschien niet zo vertrouwd is met de Bijbelse traditie, weet misschien wel dat als het om Bijbelse waarden gaat, er gauw al 10 waarden worden genoemd. Wij zeggen meestal 10 woorden. Vroeger heette ze ook wel 10 geboden. En wie die 10 waarden, die 10 woorden, bij wijze van meetlat naast de handelswijze van het koningsechtpaar legt, ziet al gauw, het is mijn telling, dus ik kan ernaast zitten, maar dan toch dat de helft van die 10 waarden, 10 woorden, door Achab en Izebel met voeten worden getreden. Je zult geen andere goden vereren. Je zult niet doden. Je zult niet stelen. Je zult geen vals getuigenis over een ander afleggen. En je zult niet je zinnen zetten op dat wat van een ander is. U hoort dus wel dat het niet voor een wissewasje is dat Elia, de profeet, naar Achab wordt toegestuurd. Om te doen wat de profeet altijd moet doen. Namelijk te zeggen waar het op staat. Een profeet in de Bijbel is geen waarzegger. Een profeet in de Bijbel is een zegger van waarheid. En hij voorspelt, of zij, dan ook niet de toekomst. Maar hij houdt de koning en het volk bij de Tora. Houdt hen de spiegel voor van die 10 waarden, die 10 woorden van Mozes. En zo confronteert Elia de koning met zijn daden op het moment dat die, de koning te rijk en als een kind zo blij, de zojuist geconfiskeerde wijngaard van Nabot aan het inspecteren is. Hoe heeft het zo kunnen lopen? Hoe heeft het zo mis kunnen lopen? Onder leiding van koning Achab gaat het goed met de economie van Israël. Door zijn huwelijk met de dochter van de naburige koning is er een levendige handel ontstaan tussen hun beide landen en de welvaart stijgt tot grote hoogte. De mensen hebben het goed als het gaat om hun portemonnee. En dat is natuurlijk prachtig, alleen Achab is daarvan zo in de ban geraakt dat zijn florerende economie niet meer een middel is, maar het is een doel geworden, een doel op zichzelf. Het is zijn levensdoel geworden. Hij leeft er niet meer van zijn centen, maar hij leeft er voor de voorspoed, voor de heb. En de economie is zijn levensvervulling geworden, zijn religie. Ze bepaalt zijn waarden. En daarom is Baal zijn God, want Baal dat betekent bezitter of hebber. En Achab gelooft dat succes en roem, geld en goed je werkelijk ook toekomst geven en dat ze je dicht bij je ware levensvervulling brengen. Voor geld is immers alles te koop. En dat is van alle tijden. Wie zo leeft, wie is als Achab, zal niet gauw denken dat het met wat hij al heeft ook genoeg is. En zo gebeurt het dat Achab zijn oog laat vallen op de wijngaard van zijn buurman Nabot.
dat past prima in zijn visie van de tomeloze groei. Hij kan op die plek zijn groente laten verbouwen. En zo brengt die grond vast veel meer op dan alleen maar met wijnstokken. Want die doen er immers zo lang over voor ze vrucht geven. En omdat alles in het leven economie is voor Agab, denkt hij vooral in termen van investeren, omzet en rendement. Zelfs als het gaat om een wijngaard. Want zo'n stukje grond met wijnstokken, dat is in de traditie van zijn volk, dat heeft in de traditie van zijn volk een geestelijke betekenis, niet een economische. In de Bijbel staat de wijngaard symbool voor het koninkrijk van God, voor het goede leven, in vrede met de eeuwige en met elkaar. En het vertrouwen daarin, dat wordt van generatie op generatie doorgegeven. Zo'n wijngaard is dus erfgoed, of misschien moet je zeggen geestelijk erfgoed, dat niet verkaveld en niet verkwanseld kan worden. Want als Nabot iets beseft, dan is het wel dat zijn wijngaard niet zijn wijngaard is. Hij heeft hem slechts in bruikleen gekregen, voor een tijdje, om er goed voor te zorgen, om van de opbrengst te genieten en hem dan weer door te geven aan de volgende generatie. Zo'n wijngaard en alle symboliek daaromheen, zou je kunnen zeggen vanmorgen, zo'n wijngaard is als een kind. Je krijgt het als ouder. Je krijgt het als gemeenschap van de kerk. Maar het is niet van jou. Het hoort wel bij je, maar het behoort je niet toe. Het lijkt misschien op je, maar je moet het niet met jezelf gelijk willen maken. Als ouder, maar ook als gemeenschap, deze gemeenschap waar Christoph vandaag is opgenomen, ben je niet het doel van je kind. Het draait niet om het universum van je ego waarin de ander alleen maar een bijrolletje speelt, zelfs als het je kind is. En een kind is ook niet die lege huls waarin je al jouw niet vervulde wensen nog opeens kunt projecteren. En misschien moeten we daarom ook als kerkgemeenschap er voorzichtig mee zijn als wij zeggen: de kinderen zijn de toekomst van de kerk. Ik zou zeggen, ze zijn niet de toekomst van de kerk, ze zijn de kerk. Net als ieder ander mens die hier binnenloopt, oud of jong. En ook, die kinderen moeten weer op hun eigen manier hun geloofsweg kunnen gaan. En we moeten hen niet al te zeer belasten door de wensen, soms ook de kerkelijke wensen die wij zelf hebben en misschien niet hebben kunnen waarmaken of nog niet hebben kunnen waarmaken. Want net als die wijngaard van Nabot ben je als mens niemands bezit. Maar je bent een schakel, een deel van het alsmaar doorgaande proces van Gods verlangen, waarin iedereen, groot en klein, op zijn eigen manier tot zijn bestemming komt. Waar je kunt bloeien als een wijngaard en waar je vruchten kunt dragen om die op jouw beurt weer met anderen te delen. Zo is de mens. En zo is die wijngaard van Nabot het symbool van Gods droom voor deze wereld. Alleen, Agab, die heeft daar geen gevoel voor. Hij is in de ban van Baal, de Hebert. En hij heeft een goede deal voor Nabot. Want zijn buurman kan een ander, ja, hij kan een beter stukje grond krijgen voor een wijngaard. Of gewoon geld. Maar Nabot weigert. Niet omdat de deal niet goed genoeg is. Er wordt niet onderhandeld.
maar omdat hij het niet kan, Naboth. Hij kan niet Gods droom inruilen voor harde contant. Dat is Gods onmogelijk. En precies daarom haalt Naboth ook de eeuwige erbij in zijn nee tegen Agab. Als hij zegt, mogen God verhoeden dat ik, wat ik niet kan, toch doe. Ja, en dan Agab. Die reageert als het verwende kind dat zijn zin niet krijgt. Mokkend gaat hij naar zijn kamer, boos en verongelijkt over al het zogenaamde onrecht dat hem is aangedaan. Sommige mensen, en ik vraag heel voorzichtig, maar toch hardop, zijn het vooral mannen, maar sommige mensen worden nooit volwassen. En Izebel, zijn vrouw, als zij ziet dat haar man zich als een kind gedraagt, behandelt ze hem ook als een kind. En in een oogwenk neemt zij de moederrol op zich, die van een moeder die het niet kan uitstaan dat haar kind, haar prinsje, wordt gedwarsboomd. Als een nietsontziende curlingouder begint ze onmiddellijk Agabstraatje schoon te vegen. En het zal niet heel toevallig zijn dat de schrijver de actie van Izebel omschrijft in 10 woorden. Ze gaat zorgen, schrijven, verzegelen, sturen, afkondigen, plaats laten nemen, tegenover hem plaats laten nemen, valselijk beschuldigen, buiten de stad brengen en stenigen. En zo staan hier tegenover de 10 waarden, de 10 woorden die naar het leven leiden, opeens 10 woorden die leiden naar de dood, naar Naboths dood. Dat is waar de navolging van Baal toe leidt. Dat anderen doodgaan, maar ook dat je jezelf kwijtraakt. Dat je de eeuwige vergeet en de tunnelvisie van het meer en meer, waar alles en iedereen voor moet wijken, de overhand krijgt. En dan, en daarom, moet Elia op pad. Ah, zegt Agab, jij hebt me weer gevonden, mijn vijand. En Elia zegt, inderdaad, ik heb jou gevonden. Ik heb jou gevonden omdat jij jezelf bent kwijtgeraakt. Omdat je, zo staat er letterlijk, omdat je jezelf hebt verkocht. En dat is interessant, er staat niet omdat je zo'n wreed mens bent, of iets in die trant. Want dan zou Agab misschien nog iets hebben voorgesteld. Daar kun je op laten voorstaan, op je machtspolitiek, op een sterk gezag om iets te bereiken, desnoods ten koste van deze of gene. Je kunt je op de borst kloppen voor een politiek van liever 1 mens die sterft dan het hele volk dat te gronde gaat. Want dat soort koppen staan iedere dag in onze krant. Maar Agab, die wordt een verkocht mens genoemd. Hij wil zichzelf beter voordoen dan hij is, want eigenlijk is hij niets. Een marionet van zijn echtgenote en een buikspreker van de Baal. Hij denkt iets te zijn met zijn wijngaard, maar hij is een speelbal van de machten, van de systemen die het voor het zeggen hebben. Want als een Faust heeft hij zijn ziel en zaligheid aan de duivel verkocht. Zijn waarden verwaarloosd. En zonder 1 bedenking, zonder 1 vraag te stellen, aanvaardt hij de wijngaard als zijn bezit. Die wijngaard om er een knollentuin van te maken. En daarmee gooit hij de droom van de eeuwige te grabbel. En daarmee zegt Elia tegen hem, heb jij, Agab, het onheil over jezelf afgeroepen. Met jou, Agab, zal het slecht aflopen.
En nu? Einde verhaal? Ja, maar ook nee. Want na dat rauwe oordeel over Achab en zijn huis, en tussen haakjes, je moet dat oordeel nooit lezen als een soort wraak van God, maar eerder zo dat het leven zo in elkaar zit dat je daden gevolgen hebben. Na dat oordeel dat het met Achab en zijn huis niet goed zal aflopen, tikt de eeuwige Elia nog één keer op zijn schouders. Heb je gezien, zegt hij tegen Elia, heb je gezien dat Achab zich heeft verootmoedigd op jouw woord? Heeft de koning dan toch geluisterd naar de profeet? Ik zou denken, hoe echt is dat, die verootmoediging van Achab? Is dat weer niet typisch, die koning, die slappeling, die opportunist, die man zonder ruggengraat, die letterlijk waardeloze mens? Dat zou inderdaad misschien ons oordeel zijn. Eens een dief, altijd een dief. Maar bij God is dat anders. Daar is het zo dat er in ieder mens toch weer iets nieuws geboren kan worden. Bij de eeuwige kan de droogste knollentuin weer uitgroeien tot een bloeiende wijngaard. En wij mensen zijn misschien wel harder dan God, want hij houdt hoop voor ieder mens. Zoals ouders altijd hoop hebben en proberen te hebben voor hun kind. Welke weg het ook gaan zal, zoals de doopvraag het zojuist formuleerde. God heeft hoop. En van die goddelijke hoop getuigt vandaag de doop van Christof. Die nieuwe lood in de wijngaard. Want in hem kunnen de waarden en de woorden van God tot bloei komen. En als dat gebeurt, dan gaat het verder met de wijngaard, met Gods droom. Met alles wat, waarvan Jezus zegt, met alles wat niet vergaat, de liefde, de vrede en de vreugde. Amen.